Daar zijn ze weer. Eens kijken hoe die startverloop voor Groeninga. Ik denk dat Wim de Vos wel probeert tempo te maken, maar het zijn de Belgen die daar met Blas, Blas als eerste weg is. Peter Blas aan de leiding. Heel belangrijk. Rechts komt Vervekke aan de rechterkant. En de Knecht probeert met hem mee te gaan. En Groenendaal, u ziet het met de nummer 1 in vijfde positie door de bocht. Dus de lange Glas aan de leiding. Het gaat hard. Glas, Vervekke. Groenendaal in derde positie, dit is Glas. Dus Glas, Vervekke, Groenendaal, Nijs en Van Oppen. Dat zijn de vijf mannen voorop. En Groenendaal, ja. Want ze weten, als hij een gaatje heeft, dan wordt het serieus. Vervekke moet op de pedalen staan. Was al twee keer tweede in een wereldkampioenschap. Eén keer derde. En allemaal hebben ze dat hek gevonden, behalve Tom van Oppen. De Klerk sluit aan en de Vos is er ook bij. Zeven koplopers. 6 minuten 05 seconden. Time of the fourth lap. Nijs nu op kop. En een valpartij. Vervekke ging tegen de grond. Ja. Het is risicorijden hier. En bewonderenswaardig hoe die Van Oppen, de vierde man hier, meegaat. 22 jaar. Vervekke komt terug. We zijn weer met z'n zessen. Dit zijn Bart Wellens en Janice op de posities 7 en 8 in de koers. En een val bij de kopgroep. Eén van de zes is gevallen. 20 seconden achterstand voor de wereldkampioen. Kan hij terugkomen? Drie aan de leiding, Vervekke, De Klerk en De Lask. Waar is Nijs gebleven? Hier is Nijs. Hier is Groenendaal op 1:48. Hij is nog in de koers. 1 minuut 48. Tjonge, jonge, jonge, jonge. En die ijzersterke reus uit Nala Boleslav, Glask, 1,95 meter. Probeert de snellere Belgen Murf te maken. Vervekke, De Klerk en in derde positie Glask. Het zijn twee ervaren rotten, die Belgen. De Klerk 32 en Vervekke 28. Nu De Klerk in de problemen. Zal Erwin Vervekke na twee tweede plaatsen voor het eerst wereldkampioen worden en zijn tiende overwinning behalen in dit seizoen, de mooiste. Vervekke, alles uit de kast op het bruggetje. De Klerk is geklopt. En dan hebben de Belgen misschien toch een wereldkampioen. Kijk. Ja, Erwin Vervekke is de nieuwe wereldkampioen in Tabor. Geweldig. Erwin Vervekke, tiende overwinning in het seizoen, maar de mooiste van zijn hele carrière.